2021 zit erop. Het is weer een ander jaar geworden dan we hadden verwacht. Corona heeft in dat achter ons liggende jaar weer een zeer belangrijke rol gespeeld. Helaas zijn er onder onze leden ook ondernemers geweest die het heel erg moeilijk hebben gehad in deze periode. En daarom heb ik ook diep respect dat ze, ondanks de problemen die er zijn geweest, hun hoofd toch boven water hebben weten te houden. Hopelijk kunnen we in 2022 corona achter ons laten, zodat we allemaal weer bezig kunnen gaan met de dingen waar we goed in zijn. Dus zodat onze leden hun bedrijf weer kunnen leiden, de zaken weer kunnen uitvoeren en dat we weer in een normale situatie terechtkomen. Mede namens de andere bestuursleden wens ik jullie zakelijk, zowel als privé, een zeer gelukkig, maar vooral gezond 2022 toe.